22 februari hebben we met de andere 9 winnaars hebben we een online meeting. En ja, daar zal ons wel meer worden verteld en meer gepresenteerd hoe het verdere verloop is in dit jaar. Ja. Dus daar kijken we wel naar uit, zeker. 10 Nederlandse bedrijven werden eind januari uitgeroepen tot winnaar van het Oranje Handelsmissiefonds 2020. De bedrijven krijgen een jaar lang ondersteuning bij het realiseren van hun exportambities. Een van die bedrijven is Biochem Products in Enter. Wat is het voor bedrijf? Ja, Biochem is een bedrijf uit Enter. Wij vervaardigen aanvullende diervoeders in de vorm van een bolus. En we gebruiken daar met name heel veel plantextracten voor en etherische oliën. Het idee erachter is eigenlijk om het gebruik van antibiotica te doen verminderen door onze oplossingen. En wat is dus zo bijzonder aan jullie producten? Nou ja, dat is eigenlijk met name het gebruik van de oplossingen die uit de natuur eigenlijk al voorhanden zijn. En daar grijpen wij weer terug naar als bedrijf. Dus wij pakken die kracht en die geneeskracht als het ware die in de natuur te vinden is, die stoppen wij in ons product. Zodat we eigenlijk dieren die normaal gesproken behandeld zouden worden met antibiotica, die kunnen wij een natuurlijk alternatief geven met ons product. Wat was het voor prijsvraag? De prijsvraag die was van het Oranje Handelsmissiefonds. En dat was met name bedrijven die zich meer op de exportmarkt gaan begeven. Die ja, toch een sterke ambitie hebben om meer te gaan exporteren. En was je verrast dat je tot de winnaars behoorde? Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Dat is zeker een verrassing. Kijk, als jij 250 inschrijvingen hebt en je komt daar toch als bedrijf uit Twente, kom je daar uit. Ja, dat is toch wel heel mooi, ja. Ja. En wat was de prijs? Ja, de prijs is eigenlijk een heel pakket wat aangeboden wordt door het Oranje Handelsmissiefonds. En dan moet je denken aan contact met ambassadeurs in de desbetreffende landen. Je gaat mee op handelsmissie. Nou, met corona wellicht even iets lastiger. Dus dat zal wellicht online gebeuren. Of we gaan dat later in het jaar hopelijk maar nog doen. Maar eigenlijk kregen we alle handvaten aangeboden door de desbetreffende organisaties om onze droom waar te maken, zeg maar, in het buitenland. Waarom is Brazilië interessant? Nou, Brazilië, het is mooi, hè, hier op de kaart ook. Hè, we zitten er toevallig maar mooi bij. Het is een enorm land. In Zuid-Amerika lopen enorm veel runderen, heel veel dieren, wat echt onze doelmarkt is. Europa is al redelijk bekend met ons product. En dus wij hebben eigenlijk Brazilië daar uitgekozen omdat daar toch de meeste aantal runderen lopen. En voor ons natuurlijk als businessmodel heel interessant is. Maar ook het gebruik van antibiotica is daar nog behoorlijk hoog. En omdat er toch vrij veel vanuit die landen wordt geïmporteerd, kunnen we ook daarmee weer een stukje bijdragen aan de voedselveiligheid.